ATV wil als medium ook een bijdrage leveren aan het beteugelen van de verdere verspreiding van het coronavirus, COVID-19. In dat kader is het station vandaag gestart met een programma getiteld ATV COVID-19 Update. De eerste gast was Ruben Del Prado, publieke gezondheidszorgdeskundige en directeur van Decati International NV. Hij geeft aan hoe hij deze COVID-19-pandemie ervaart. Weet je, ik werd wakker vanmorgen en ik dacht, misschien word ik wakker en dan is het allemaal niet waar, het is niet echt. Want als je nagaat hoe ontzettend serieus dit is, het is bijna niet echt. Ik kreeg naar de televisie, maak me klaar om hier naartoe te komen. 40 miljoen bewoners van de staat Californië zijn opgedragen door de gouverneur om binnen te blijven. Wow. Dus dat is ongekend. Ik geloof niet dat het ooit in de geschiedenis van de wereld gebeurd is, dat 40 miljoen mensen van één staat worden gevraagd om niet naar buiten te gaan. Het is niet echt, het is net een boze droom. Ja. Het vervelende is dat toen ik uit mijn bed kwam, ik realiseerde toen ik naar mijn boodschappen keek, ook naar de updates van de collega's en van het wereldnieuws, dat het helemaal geen droom is. Dat ding is echt, Carla. Del Prado geeft verder aan dat veel afhangt van onze eigen verantwoordelijkheid. Richting de overheid vindt hij niet dat er politiek wordt gespeeld. In dit opzicht zal de regering namelijk geen fouten willen maken, betoogt hij. Het aantal COVID-19 bevestigde gevallen is nu gestegen naar 4. Del Prado adviseert daarom dat de regering het aantal personen in een ruimte terugbrengt naar 50. Er kan transmissie van het virus gebeuren tussen 3 of 4 mensen. Dus het aantal van 100 is eigenlijk arbitrair. Ja, dus ja. Moet je bij 99 stoppen. Ik denk zelf persoonlijk dat met de serieusheid van COVID, en ik ga ook meteen uitleggen waarom. Mm-hmm. Ik denk dat alle sociale contacten zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Mm-hmm. Oké? Okay? Waarom ik me extra zorgen maak, want ze zeggen, ja, Suriname is geblest en Suriname is dit. Niks van aan. Ruben Del Prado, de eerste gast in het programma ATV COVID-19 Update. Het programma wordt van maandag tot en met vrijdag om 10:00 uitgezonden, met de herhaling om 7:10 op kanaal 12.1.